Jouw onderneming is een retail business. Beschrijf hoe de klanten zijn veranderd door de jaren heen. Oké, de klanten, they demand more. Ze vragen meer. Ze eisen van je dat je kwaliteitsgoederen binnenbrengt. Die duurzaam zijn tegen een goede prijs. Dat je blijft veranderen ook. Dat je blijft veranderen. Je erg innovatief wordt. Ja. En, dat je ze blijft triggeren. Ja, dat je ze blijft triggeren. Een keer heeft de klant tegen me gezegd, weet je nou niet. Elke keer als ik denk, nou boy, ik ga niet meer hier kopen. Dan kom ik en dan hebben jullie de hele winkel weer omgegooid. Jullie hebben geïnvesteerd in je inrichting. En jullie hebben weer een heleboel gedaan. Dat blijft triggeren. Dit is een van de lessen dat jij me hebt geleerd lang geleden. En dit is waarschijnlijk per ongeluk gebeurd. Want toen, wat ik me kan herinneren, ja, toen hadden we geen woninginrichtingszaak. Nee. En dat is dat mijn moeder me misschien elke maand of elke twee maanden moesten we het huis omgooien thuis. Ja. De mat moest daar, de bankstel moest daar. Dan moest er schoongemaakt worden, moest de piano opgeschoven worden. Dus ik ben opgegroeid met je inrichting veranderen. En ik denk dat dat een van de triggers was geweest waarom ik zoveel interesse had in woninginrichting. Want dat is het eerste wat ik heb gedaan in Galaxy. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.